Toen de Heer Jezus hier op aarde was, kon men de Vader in hem zien. Wie mij gezien heeft, zei de Heer Jezus, heeft de Vader gezien. Dat is een beetje moeilijk. Wij hebben misschien wat andere ideetjes over hoe dat eruit zag toen. Maar misschien helpt het als ik het woord DNA laat vallen, of die drie letters. Hij kwam van de Vader. Hij had de wezenseigenschappen van zijn vader. Als ze hem DNA zouden hebben afgenomen, even flauw, maar misschien helpt het om het dan te snappen. Ja, dan hadden ze kunnen constateren van, daar is een match tussen de vader en de zoon. Vroeger was zoiets ondenkbaar, maar vandaag is dat misschien wel heel goed te begrijpen. Er worden heel wat situaties opgelost door de cold case situaties die weer van stal gehaald worden. Maar weet u dat u ook uit God geboren bent? Wie in de Heer Jezus gelooft en hem heeft aangenomen als zijn heiland, als zijn verlosser, mag zich een kind van God noemen, is uit God geboren. U hebt de DNA van de Heer Jezus. Overal waar de Heer Jezus zijn voet neerzette, was een afdruk van het wezen van Javé te zien, zegt Hebreeën 1, de afdruk van zijn wezen. En overal waar jij komt, kan in elk geval een afdruk te zien zijn van de Heer Jezus. Dat is ook wat bedoeld wordt in dat lied wat we net zongen. Dat mensen kunnen zien dat we bij de Heer Jezus horen. Dat we door God uitgekozen zijn, uitverkoren zijn om aan het beeld van die zoon gelijkvormig te zijn. Dat komt straks ten volle naar buiten, wordt zichtbaar. Maar vandaag kan dat al een getuigenis zijn. Ik wil graag iets lezen met u uit 1 Petrus 2. De eerste brief die Petrus schreef aan gelovigen. Hoofdstuk 2, 1 Petrus 2. Ton Boer zei zo pas dat alleen daartoe in beeld kwam als het gaat om de opname. Nou, dat is niet mijn verzoek geweest, dat kan ik u echt verzekeren. Ze hebben me wel een keer gevraagd of ik wat op tegen had als er een opname gemaakt zou worden. Daar had ik niks op tegen. Maar niet om prominent in beeld te zijn. Er zijn heel wat van die BN'ers, zo heten ze tegenwoordig. Ik weet niet wat dat betekent, maar u weet het wel. Die zijn permanent in beeld. Bijna. Elk tijdschrift kom je ze tegen. 1 Petrus 2... Maar ik begin bij hoofdstuk 1, vers 25, dat is het laatste vers van het vorige hoofdstuk. Maar het woord van de Heere blijft tot in eeuwigheid en dit is het woord dat onder u verkondigd is, mag Petrus zeggen. Nou, om die reden leg dan alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij af. En verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien. Indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere goede tieren is. En kom naar hem toe als naar een levende steen die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in de schrift, zie, ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is. En wie in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Voor u dan die gelooft, is hij kostbaar. Zo'n prachtig lied in de bundel Opwekking. U bent mij zo kostbaar, o Heer. Komt hier vandaan. Voor u dan die gelooft, is hij kostbaar. Maar voor de ongehoorzamen geldt,
De steen die de bouwers verworpen hebben, die is de hoeksteen geworden en een steen des aanstoots en een struikelblok voor hen namelijk die zich aan het woord stoten door ongehoorzaam te zijn, waartoe ze ook bestemd zijn. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent. U die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. Tot zover. Komt naar hem. Als je tenminste geproefd hebt dat de Heere goede tieren is. Het woord goede tieren is niet zo makkelijk te vertalen. Je kunt niet zeggen hij tiert van goedheid of zo. Maar de Heere Jezus is hier op aarde gekomen en hij wilde het hart, het wezen ook van zijn vader, van Yahweh, openbaren. Hij wilde laten zien wie de Vader is. En dat is uniek. De Heer Jezus heeft tegen mij gezegd, en ook tegen jou als je gelooft, dat is de enige voorwaarde hoor, niet bijbelkennis, niet club A of 13, de enige voorwaarde als je gelooft, de Vader zelf heeft jou lief. Hij zegt, ik zeg niet dat ik de Vader voor u vragen zal, want de Vader zelf heeft je lief. Dat is zo apart, dat God de Vader, ja, die je toch als een, ja, er ergens boven verwacht, misschien wel onder, ik weet niet hoe je dat zeggen moet, maar in het huis van de Vader in elk geval. En daar is iemand die van je houdt. In dit onnaspeurlijke van die oneindigheid, van die grootheid, er is er één die van jou houdt. Ik heb jaren in de handel gezeten en dan kun je denken, nou die man die heeft geen drempelvrees meer, maar die komt overal binnen, die probeert overal, ook waar hij niet welkom is, binnen te komen, dat lukte ook aardig. Maar ik had wel drempelvrees. En ik had altijd de gedachte, als er nog maar één is die mij kent, die mij een vriendelijk woord laat horen. Soms waren er waakhondjes, vrouwelijke waakhonden vaak, bij de deur van grote gebouwen. Dat waren dan de receptionistes. En die hadden de opdracht, niet omdat ze zelf zo boos waren, maar omdat de directie dat zei, van ja, je mag ze niet zomaar doorlaten. Wij willen al dat volk niet binnen kamers. En toen kwam ik in mijn stille tijd uit bij God de Vader. Als er nog maar één is die mij kent, die een vriendelijk woord voor mij heeft. En toen kreeg ik die tekst. De Vader zelf heeft u lief. Hij wil graag dat je bij hem bent en dat je in zijn nabijheid bent en dat je in zijn eigen huis, het huis van de Vader, blijft wonen. Niet een soort asielzoeker die weer weg moet, maar een verblijfsvergunning, echt een verblijfsvergunning, om daar te blijven, om daar voor altijd te zijn. Dus wat ik wel eens een paar weken terug riep, een verblijfsvergunning plus huisvesting. Dus niet alleen een soort status van je mag hier in Nederland blijven, maar je hebt ook nog een woning ook. En dat is het huis van de Vader. Ik wil zo graag dat het voor iedereen die hier is helder is, dat je dat alleen maar krijgt door het geloof in de Heer Jezus. Dat heeft niks met onze club, met onze visie te maken. Dat heeft te maken met jouw hart. Als jij zou willen, kun je dat nu, vandaag, vanavond krijgen. It's up to you, klinkt dat dan in het Engels. Je mag het nu zelf weten. Je mag het echt doen. En ik hoop ook dat je het doet. Dat je echt bewust kiest voor de Heer Jezus. Soms is dat zo makkelijk. Aan de ene kant zegt men, nou dat is makkelijk geloof. Je hoeft alleen maar een soort formule uit te spreken en dan heb je het.
Nou, dat is niet zo. De Heer Jezus is juist daarvoor naar deze aarde gekomen. Dat was helemaal niet makkelijk. Hij moest sterven, hij moest lijden, hij moest zijn werk doen tot het einde toe. Maar jij mag wel komen. Een kleindochter had een nieuwe vriend. Een vriend. Was ook al een tweede vriend, maar dat maakt niet zoveel uit. Dat was een verjaardag op 31 oktober. Hoort dat Maarten Lutherdag was ook onze passe vaste burcht. Terugdenkend aan Maarten Luther en aan de stellingen die ooit gespijkerd zijn aan de deur van de slotkapel in Wittenberg. We kwamen laat binnen. We hadden wat andere zaken te doen. En ik werd naast die nieuwe vriend geplaatst. Misschien wel bewust, ik weet het niet. Ik vond het fijn. Ik wil toch proberen om te achterhalen wat er in zijn hart is. Nou, dat was helemaal niet zo moeilijk. Hij zei, ik zit met mijn zonden. Nou, wat wil je dan als spreker meer dan zo'n opening? Ik bedoel, dat was zo. We hebben daar 3 kwartier over mogen denken en praten. En de enige oplossing is geloof in de Heer Jezus. Maar ben jij ooit met je zonden, met je schuld tot de Heer Jezus gegaan en heb je gezegd, Heer Jezus, hier ben ik. Een oud voorbeeld. Ik heb het gebruikt ooit toen ik iemand die behoorlijk onderlegd is en in zielkunde bedreven was, echt gestudeerd had, vakvrouw zouden we zeggen. Maar ze zat in een diepe crisis. En ze kwam er niet uit. En we zijn daar op bezoek geweest. En toen heb ik het voorbeeld gebruikt wat ik nooit eerder gebruikt had van de Israëlieten die uit Egypte kwamen en die in de woestijn 40 jaar hebben gebivakkeerd. En die bij hun, bij hun vork en mes en weet ik veel wat ze allemaal bij zich hadden. En schoon ondergoed of zo. Bij hun uitrusting hadden ze ook een schepje. Dat stond verplicht. Ze moesten allemaal een schepje hebben. Ja, wat wil je? Als je dan toch kampeert, dan moet je wel een pionierschepje hebben, toch? Heb ik ook nog liggen, ergens. In militaire dienst hadden we ook allemaal zo'n schepje. Hoorde bij de persoonlijke standaarduitrusting, PSU. En ze moesten, als zij naar het toilet moesten, het toilet bestond niet, en een dixie hadden ze nog nooit van gehoord. Het was bittere noodzaak elke dag en ze moesten buiten de legerplaats gaan, buiten de camping en daar een gat graven en daar dan even boven gaan zitten. En dan moesten ze met dat schepje niet alleen dat gat graven, maar ook dat gat weer dichtgooien. Zegt de Bijbel. Want de Heere God liep in de legerplaats en je kunt je toch niet veroorloven om hem te laten struikelen over onze prut, zal ik maar zeggen. Misschien te cru, maar u snapt het wel. En ik heb toen ik bij die mevrouw kwam, gezegd, weet je, jij moet dat schepje maar eens gaan gebruiken. God heeft je een stukje tool, een stukje gereedschap gegeven om van je prut af te komen. Ze zat diep in de sores, diep in de schuld. Ze wist geen weg, geen kant kon ze op. Ik zei, je moet naar buiten de legerplaats gaan en je moet daar je prut maar deponeren. Ja, maar waar is dan die locatie? Nou, dat zal ik je vertellen. De Heer Jezus heeft als zond- en schuldoffer buiten de poort, buiten de legerplaats, buiten de camping een kruis gehad. Ga dan naar hem. Laten we derhalve tot hem uitgaan, buiten de legerplaats en zijn smaad dragen, waar hij het kruis heeft gehad, heeft meegemaakt. Dan kom jij terecht met jouw prut. En daar mag je het deponeren. Daar mag je je zonde, daar mag je je schuld leggen. En God vergeeft. En die zegt, zand erover. Ik vind dit zo schitterend. Dit is met geen pen te beschrijven. Dat God dan tegen jou zegt, ik praat er niet meer over. Zand erover. Dit simpele beeld uit het boek Deuteronomium, ik dacht hoofdstuk 23 uit mijn hoofd, is zo kostbaar. Daar geniet je van. Maar je moet een keer met je schuld, met je zonde tot God gaan. En als dat niet gebeurd is, dan mag dat nu. Dat kun je zitten op je stoel. Je mag hulp vragen als je dat wilt van iemand die met je bidt of voor je bidt. Dat kan.
Maar je kunt het ook zelf. Je mag zeggen, Heer God, hier ben ik. O God, wees mij zondaar genadig. Die meneer aan het kruis die naast de Heer Jezus hing. Ja, die had niemand die dat even voor hem opknapte. Dat moest hij zelf doen. Nou, misschien is dat moment nu wel aangebroken dat je dat zelf moet doen. O God, wees mij zondaar genadig. Heer, gedenk mij er als u in uw koninkrijk of in uw paradijs komt. En de Heer zegt, heden, vandaag nog, zul je met mij in het paradijs zijn. Dat is de Heer Jezus. Dan proef je dat God goede tieren is. Dat God vol van goedheid is. Dat hij niet wil dat er één verloren gaat. Dat hij wil dat je behouden wordt en dat je gered raakt. Voor eeuwig, voor altijd. Leg dan alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij af. Je zou zeggen, nou dat mogen ze wel eens roepen in Amerika bij die presidentsverkiezingen. Alle huichelarij, nou, het is alsof de leugens er afspetteren. Afgunst, nou als je dan toch ergens wat ziet, daar. En alle kwaadsprekerij, nou dat wordt opgeblazen en wat de ene fout doet, dat wordt gelijk uitvergroot. Daar zie je toch. Ja, dat is Amerika. En hier dan, nou precies net zo. Geen draad beter. Iemand aan de hoogste paal knopen, dat is helemaal niet nieuw. Dat gebeurt bijna elke dag in de politiek. En was het alleen maar de politiek, dan kon je nou zeggen, nou ja, de politiek, maar ja, daar heb ik niet zoveel mee, dus laat dat maar. Maar het gebeurt notabene ook in de kerk, in de kerken, onderling. Als je dan vergeving van schuld gekregen hebt, gedraag je dan als iemand die vergeving heeft. De Heer Jezus vertelt er een verhaal van, weet je wel, een geschiedenis, een gelijkenis. Zoveel duizend schuld vergeven. En er komt iemand tegen later die hem veel en veel minder schuldig is. En hij pakt hem gelijk bij zijn kraag. Kom, betaal een jij. Dat is wat mensen doen. Maar wij hebben de goede tierenheid van God geproefd. We hebben de genade van God geproefd. En we moeten die oude dingen, die aardse dingen afleggen. We moeten dat loslaten en weggeven. En we moeten ten tweede, en dat staat in vers 2, verlangen, vurig verlangen als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord. Opdat u daar u mag opgroeien. En dat betekent dat God zegt, als je dan die eerste stap gedaan hebt en de Heer Jezus hebt leren kennen, doe dan ook de tweede stap. En dat is, nu moet je als pasgeboren, je bent net opnieuw geboren, je bent net iemand met nieuw leven, met splinternieuw leven. Nou, verlang dan naar voedsel voor dat nieuwe leven. Wat is voedsel voor het nieuwe leven? Nou, het is niet de Telegraaf, het is ook niet Volkskrant of Algemeen Dagblad. Het is ook niet te vinden als een krant, heb ik laatst ook even in doorgebladerd. Ik heb ook de Rijnpost eens even doorgekeken. Dat is het ook niet. Wat is het dan wel? Ik hou me omhoog, dit prachtige boek van God. En het merkwaardige is dat we dan zeggen, ja, maar ik hoef geen theologie te studeren gelijk. Ik hoef niet gelijk dominee, voorganger te worden. Nou, dat hoeft ook niet. Maar daarom mag je wel verlangen naar de pasgeborene, naar de onvervalste, pure, zuivere melk van het woord. En dat is echt iets wat ik op je hart wil binden, dat je, nadat je tot geloof kwam, toch ook mag verlangen naar iets uit de Bijbel. Moet je dan per se stille tijd houden? Dan komen de vragen. Hè? En moet dat dan 's morgens om 7 uur? Nee, het mag ook wel om 7:15. Ik bedoel alleen maar te zeggen, daar gaat het helemaal niet om. Het mag ook wel om 3:15. Het mag ook wel om 9:45. 's avonds. Ik weet niet of je een avondmens of een morgenmens bent. En ik weet niet hoe het zit met kinderen die thuis zijn en die misschien wel de hele zaak in de war schoppen, 's morgens. Maar doe je het dan nog? Maak je dan nog tijd voor het lezen van de Bijbel? Wees als pasgeboren kindertjes verlangend naar die zuivere boodschap van het woord van God. En dat moet. Dat mag ook. Maar het is een bijzondere zegen, dat kan ik je verzekeren. Ik heb mijn best gedaan om dat 's morgens vroeg te doen, omdat ik wel een ochtendmens ben. En 's avonds een beetje uitgepraat, misschien wel uitgedacht ben. Maar 's morgens, ja, fris. En soms is dat moeilijk. Maar als je jezelf als jongetje voorneemt om dat elke morgen een uur lang te doen,
En je moet om 9 uur naar Brussel zijn en je moet 3 uur rijden, dus 6 uur vertrekken. En je moet nog even eten. Dan moet je dus daar wel om 4 uur opstaan. Ja, dat klopt. Dat deed ik ook. Ik wil niet eigenwijs doen. Maar zo ging het wel. Ja. Ik was een beetje fanatiek misschien. Hoeft niet. Je hoeft niet fanatiek te zijn. Moet je dan nu? Nee, ook niet. 5 minuten is ook goed, maar als je maar bij hem bent. Heel voorzichtig, heel teer bij hem zijn. En zijn stem willen horen. Nou, als je geproefd dat de Heer goed het hierin is, dan mag dit ook zo. En dan mag je naar hem toe gaan. Als naar een levende steen. De Heer Jezus kwam in het Israël gebeuren. Ging met zijn stiefvader, stiefmoeder, ik zeg het maar even zo, naar de tempel toen hij 12 was. En bleef daar langer en Jozef en Maria waren ongerust, want hij kwam niet mee. Dachten ze nog even, ja, zou wel bij de buren zijn. Dat kon toen nog, toen had je nog buren die ook van dezelfde club waren, van dezelfde kleur waren. Ze vonden hem niet, gaan terug. Ongerust waren ze. Wist u dan niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader? Zouden ze dat begrepen hebben? Jawel. Maria heeft het begrepen. En hij was hun onderdanig daarna. Er was één die zocht. Die denkt dat huis van de Heere, die tempel, die stond er nog in Jeruzalem. Dat werd nog het huis van zijn vader genoemd. De Heer Jezus zei, u hebt het huis van mijn vader gemaakt tot een rovershol, tot een marktplaats. Niet .nl, want dat was toen niet zo. .is of zo, .israel. Maar later heeft de Heer Jezus diezelfde locatie, diezelfde tempel, benoemd als uw huis worden u woest gelaten. Toen was het heel anders. Toen hadden ze hem eruit gezet. Toen hebben ze hem met stenen uit die tempel gebonjourd. Zo ging het toen. Uw huis worden u woest gelaten. Een rovershol. Dat was het geworden. En dan gaat de Heer Jezus heel merkwaardig niet meer eten aan de tafel des Heren. Dat was het altaar in die tempel. Het altaar stond toen nog in de tempel. Maar ze hebben hem daar niet gewild. Toen at hij daar niet meer. Johannes 10, toen ging hij weg. Toen ging hij in Johannes 11 en 12 eten in Betanië. Toen hadden ze daar een maaltijd voor hem aangericht. Niet Maria kookte toevallig of Martha kookte toevallig een lekkere stamppot. Nou, je mag best een hapje mee eten. Onze taal. Nee. Het was voor hem. Het was een maaltijd voor hem. En Martha mocht ook eten. En Maria ook. En Lazarus was ook een van hen die mee aanlagen. Dat was toen zo. Dus dat hele begrip van de tafel des Heren, oorspronkelijk in de tempel, het altaar, dat is weg. En dan krijg je dat op een hele andere manier inhoud krijgt. Daarover gaat het hier, denk ik. Er is een huis, een nieuw huis. En hij, de Heer Jezus, is een levende steen. Dus het zijn niet de stenen van de tempel waar de mensen op wezen van. Kijk eens, wat een keien, man. Wat stenen zijn dit. Ja, dat had gekund, maar dat zei niks. Want hij was er niet meer. En als hij er niet is, dan zijn er een hoop ruïneachtige gebouwen en stenen. Maar het heeft geen inhoud meer. Nee, het is een nieuw huis. Een geestelijk huis. En hij, de Heer Jezus, is van dat geestelijke huis een hoeksteen. En jullie worden daar ook als levende stenen opgebouwd. Dus ben je tot bekering gekomen? Dan heb je leven uit God. Je hebt deel gekregen aan die goedertierenheid van God. Het is geweldig. Je schuld is weg. Je zonden zijn vergeven. God praat er niet meer over. Zand erover, die term nog een keer. En nu mag je verlangen naar die zuivere melk, naar die prachtige woorden van de Heere zelf. En je mag dat huis niet alleen binnengaan. Je bent dat huis.
Want jouw lichaam en mijn lichaam, als we de Heer Jezus kennen, is een tempel van de Heilige Geest geworden. En de gemeente, de kerk wordt genoemd, de gemeente wordt genoemd een tempel, een heilige tempel in de Heer. Dus er is een heel nieuw huis. Dat heeft niks te maken met Jeruzalem, met de tempelberg. Dat heeft te maken met een volkomen nieuwe situatie. Helemaal nieuw. Een geestelijk huis. Dus niet meer een letterlijk huis in de zin van er zijn stenen op elkaar gestapeld. Er zijn wel stenen, maar dat zijn geestelijke stenen. Ja, dat zijn gelovigen. En die liggen daar ook niet als monumenten van het jaar nul. Die zijn daar en die mogen daar functioneren. Nou, dat is een geestelijk huis, broeders en zusters. En Peter schrijft daar zo prachtig over. Echt uniek bijna. Een geestelijk huis tot het brengen. Een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Een geestelijk huis, een heilig priesterschap. Nou, er zijn genoeg mensen die... Nou, laat ik het maar heel cru zeggen. De gemeente bijna zien als een soort voedselbank. Als je dan toch niet zelf aan je kostje kunt komen, dan kun je daar nog naartoe en dan kun je nog een pakketje meekrijgen. Dan heb je wat voor de komende dagen. Mag je dat zeggen? Ja, ik begrijp het wel. Ik begrijp het heel goed. En ik hoop ook echt dat u van deze dienst wat meekrijgt, zodat u morgen ook nog wat hebt. Wat mij betreft een opgewarmd prakje, maar toch wel. Dat u iets meeneemt van deze avond. Maar er zijn anderen die zien de gemeente meer als een soort retraiteplek waar je even lekker kunt zeggen, hè, jongen, dat autopoetsen op zaterdag, dat is ook niet alles, daar word je ook een keer moe van. En morgen moet het weer beginnen. Ik heb weer een bepaald schema in mijn bus gekregen. Nou, even niks. Nee, niet al te moeilijk, broeder, en ook niet al te lang, want dat kunnen we niet verdragen, maar we zijn zo moe, weet u. Geestelijke retraites, die zijn niet van de lucht. De broodnodige rust. Nou, dat laatste is waar, maar de gemeente is niet bedoeld als een retraiteplek. Ook die is een plek van ontspanning, van laten we eens een feestje bouwen. Nee, ook niet, nee. Ik ga maar een hele rij woordjes bedenken als ik dat zou willen. Maar hoe ziet u de gemeente? Ja, maar er is zoveel verschil. Als er nou allemaal één kerk zou zijn, dan, zei de buurman een keer, dan gelooft hij het wel. Maar het is allemaal verdeeld, het is allemaal in zoveel stukjes gehakt. Nou, dat klopt. Jammer, heeft de duivel gedaan. Maar de gemeente is een geestelijk huis. Een heilig priesterschap. Weet u dat u een priester bent? U die gelooft, hè? Het ging dus om dat punt van, je moet de Heer Jezus aannemen als je heiligt, als je verlost. Maar als dat gebeurd is, dan hoor je bij dat gezelschap. Priester. Je bent ook een priester. Ja. Ja, de leken in de middeleeuwen, ja, die hadden niks. Maar de priesters, dat was een soort geestelijke bovenlaag, die hadden ook een andere jurk aan. Dat waren ze. U hoort bij die priesters. U bent een priester. Ja, dat komt niet altijd over. Ik heb u misschien wel eens verteld, ik kwam bij een bepaald bedrijf werken, werd ik de eerste dag rondgeleid door mijn directeur en die vertelde, dat was in de afdeling drukkerij, kwam ik op een hele grote drukkerij, zat daar ook bij, dit is die, er was één grote machine, een hele grote pers stond daar en daar stond meneer Vorenkamp, ik weet het nog precies, en die stond daarbij. En had gewoon een blauwe overall aan, net als alle mensen daar in die drukkerij in die tijd, dus er was niks bijzonders, viel er niet op. En toen zei een andere werknemer, stiekem zo, maar ik moest het horen kennelijk, dat is priester Hein. Dat heeft de directeur waarschijnlijk niet gehoord, misschien ook wel, maar hij reageerde niet. Ik wel, ik denk, daar wil ik wat van weten. Ik kende de Heer Jezus. En als iemand daar priester Hein genoemd wordt, dan... Dus ik smiddags weer daar, dezelfde plek. Ik zei, moest luisteren, ze zeiden dat jij priester Hein was. Ja, zei, daar ben ik ook. Ik zei, hoe dan nou? Ik heb één keer in de kantine, 's morgens bij de koffie, gezegd dat ik een priester was. Nou, vanaf dat moment heb je zo'n scheldnaam, heb je er een naam bij. Hij bedoelde het goed, maar het kwam niet over.
Maar jij dan? Zou je nu durven zeggen, dank u wel, Heer Jezus, dat ik priester mag zijn? Priester was iemand die lofoffers, toen nog dierlijke offers, maar toch lofoffers van dankzegging, van glorie, van aanbidding, van grootmaking mochten brengen. Priesters in de richting van God. Een heilig priesterschap. Een apart gezet gezelschap dat offers brengt, dat glorie en aanbidding en eer en dankzegging geeft aan hem die in de troon is. U bent dat. U bent hier niet om een soort sit-down-staking te hebben. Of om te zeggen, nou ik kom eventjes uitrusten, even uitblazen. Het was zo hectisch in de straat. Nee, u bent hier om wat te doen. U bent niet om te relaxen hier. U bent ook niet om, weet ik veel, wat allemaal te krijgen. U bent hier om iets te brengen. En dat is misschien wel het grootste verschil. Gelovigen willen allemaal iets hebben, willen iets krijgen. En als het hen niet zo goed aanstaat bij club 1, dan zeggen ze, nou, we gaan naar de buren, want daar krijg je tenminste wat. Die hebben een betere cafetaria of zo. Nou, dan ga je daarin. Uit de muur eten, dat kan ook. Groeien en geloof is zo'n soort cafetaria systeem. Je hoort er een kwartje in en dan haal je er een preek uit. Ik ben een beetje raar, maar ik wil zo graag duidelijk maken wat ik bedoel. U bent een geestelijk priesterschap, een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen die God aangenaam zijn, welgevallig zijn door Jezus Christus. Besef je wel wie je bent eigenlijk? Dat je door het geloof in de Heer Jezus niet alleen verlost bent, nou ja, nu ben ik van mijn prut af. Nu, ja, dat ben ik kwijt. Hè. Wat een zegen dat ik van mijn prut af ben. Nou, daar sta je dan. En er zijn mensen die roepen hun hele leven lang, ik ben van mijn prut af, ik ben van mijn schuld verlost. Amen, broeder, zuster, u bent van uw schuld verlost. En u blijft dat roepen, alstublieft. Maar dat is een beginpunt, dat is geen eindpunt. Het moet doorgaan, die pasgeboren kindertjes, die zuivere melk, die laat je groeien, stond hier in de tekst. En als je groeit, dan kom je tot een heel ander punt, want dan ben je ineens een priester geworden. Een heilig priesterschap. En dat is God aangenaam door Jezus Christus. Wat zei de Heer Jezus tegen de Samaritaanse vrouw? De Vader zoekt aanbidders. Hij zoekt niet uitleggers. Hij zoekt niet actievelingen. Hij zoekt niet evangelisten die op de markt staan. Hij zoekt niet mensen die videoopnames maken van preken. Hij zoekt ook geen orgeldraaiers. Sorry hoor voor Louis. Ik heb aan Louis zo pas zijn slinger meegenomen. Maar dat had ik niet moeten zeggen. Want ik dacht aan een draaiorgel met een slinger, maar dat is natuurlijk niet zo. Maar de Vader zoekt aanbidders. Hij zoekt jou, jouw hart, dat je eindelijk een keer iets zegt tegen die Vader en tegen de Heer Jezus. Van, dank u wel, super. Misschien wel, u bent mij zo kostbaar, o Heer. Daarom, zegt vers 6 van ons stukje tekst, wie in hem gelooft zal niet beschaamd worden. En voor u dan die gelooft, is hij kostbaar. En de Heer Jezus is voor mij kostbaar geworden. Dat is een stukje getuigenis, dat weet ik. En dat is heel persoonlijk. Maar zou je dat willen zeggen, Heer Jezus, u bent mij zo kostbaar, o Heer. Hoe langer je nadenkt over de Heer Jezus, hoe duidelijker dat het wordt dat hij uniek is. Bovenmate, bovenmate, bovenmate. Ik probeer morgenavond iets te vertellen over de wijsheid. In het boek Job 28, hoofdstuk 28, wordt gezegd dat van alles al gevonden is. Goud en zilver en zo, maar wijsheid is niet gevonden. En niemand weet de weg ernaartoe. Dieven niet, rovers niet. Ook niet mensen die vogels die heel hoog vliegen, die van alles kunnen. Ze vinden het niet. Niemand vindt het. Job zegt, er moet ergens een wijsheidsbron zijn en we komen er niet bij. Spreuken 8 zegt, die wijsheid die gezocht wordt, dat is een troetelkind bij de vader. Voor de bergen er waren, was ik er al. En die
bijzondere wijsheid. Een troetelkind bij de vader, zo wordt hij genoemd. Heeft in hoofdstuk 9, spreuken 9, zijn huis gebouwd. En zijn tafel toegericht. Brood en wijn geschikt. Ik hoop dat het muntje valt. Dat is wat de schrift zegt. En het Nieuwe Testament zegt van diezelfde wijsheid. Christus Jezus die ons van God geworden is, wijsheid. Nou, die wijsheid is aan het kruis te zien. 1 Korintiërs hoofdstuk 2. Het is het offer van de Heer Jezus. Er zegt een bepaald lied, dat heb ik toen ik over de tabernakel sprak, meermalen geciteerd. Dat is een lied uit een bepaalde bundel, geestelijke liederen heet die bundel. Rechtvaardigheid hield aan om straf, genade vroeg of dong, om vrijgeleide. Hier trad Gods wijsheid tussen beide. Gods wijsheid die ze allebei voldoening gaf. O wonderbare gunstbetoning, o licht dat zich van het kruis verspreidt. Daar schittert Gods gerechtigheid en daar straalt genadige verschoning. Het kruis. Daar is het. Ik werd geraakt door een lied, een van de kinderen nam dat mee. Liet het horen of liet, zei dat ik dat nummer moest gaan beluisteren, heb ik gedaan. It's about the cross. En dat lied is dat het niet gaat over een kribbetje, of over engelen, of over herders, of over een ster, of over wijzen uit het oosten. Het gaat over het kruis. En u bent niet gered door de wonderen van de Heer Jezus. Hoe prachtig ook. Er zijn 5000 man in één keer verzadigd, nog zonder vrouwen en kinderen. 4000. Hij liep op het water, jongeling van Nain. Schitterend. Maar u bent niet gered omdat de jongeling van Nain uit de dood opstond. Ik hoop dat u het pakt. U bent gered door het kruis van de Heer Jezus. It's about the cross. Het gaat over het kruis. Daarom zei Paulus, ik heb niets anders willen weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Het kruis van de Heer Jezus. Gods wijsheid. Gods wijsheid. Optimaal te zien op het kruis, daarbij het kruis. Je zou zeggen, hoe bestaat het dat God in het vlees gekomen, de Zoon in het vlees gekomen, God te prijzen tot in eeuwigheid. Dat was hij, dat bleef hij. Dat hij daar aan het hout hing. En dat mensen stonden te jouwen, waardeloos, waardeloos, weg met u, weg. We willen niet dat u koning bent. En dat op hetzelfde moment daar Gods wijsheid openbaar geworden is als nooit en nooit eerder. Ja, dat is voor ons te hoog. En toch is het Bijbelse taal, heel precies Bijbelse taal. En dit maakt het uniek. U en ik, we zijn buitengewoon gezegend door het geweldige werk van de Heer. Voor u dat die gelooft, is hij kostbaar. Dat is kostbaar, dat is iets unieks, dat is iets prachtigs. En dat prachtige van de Heer Jezus, dat moet je vasthouden. En die steen die is inderdaad door de bouwers verworpen, de hoeksteen is neergelegd. En zegt vers 9, u bent een uitverkoren geslacht. God heeft u uitgekozen van voor de grondlegging van de wereld. U bent een heel bijzonder gezelschap. Een koninklijk priesterschap. Er is een heilig priesterschap in vers 5. En er is een koninklijk priesterschap in vers 9. Een heilig priesterschap, dat is het apart gezet gedeelte. Een gezelschap dat naar binnen gaat. Dat in het heiligdom komt. Dat in het huis van de Heere is. Dat in het huis van de Heere lofoffers opoffert. Die daar aanbidding en glorie en dankzegging brengt. En er is een koninklijk priesterschap. En dat zijn die vanuit dat huis naar buiten gaan. Dat is echt een andere bediening. Die vanuit het huis van de Heere naar buiten treden. En de deugden verkondigen. De deugden proclameren. De prachtige daden, de prachtige woorden van de Heer Jezus proclameren. Van hem die aan het kruis gestorven is. Ook dat is een taak van u. Naar binnen toe. En naar buiten toe. Er komt nog een moment dat we inderdaad als een bijzonder gezelschap priesters van God uit, van God uitgaande, met de zegen van God naar buiten treden. Dan is het duizendjarig rijk aangebroken. Maar dat is ook nu een taak voor ons.
om die bijzondere kwaliteiten, die bijzondere eigenschappen van de Heer Jezus te tonen. DNA van hem te tonen. Bijzondere eigenschappen. Alle haren zijn bijzonder. Alleen al daardoor zou een evolutionist zich moeten bekeren. Maar hij kan zich onmogelijk indenken dat in elk stukje haar van mij hetzelfde DNA zit. En dat dat anders is dan dat van jou. Dat is toch onbegrijpelijk? Dat is toch uniek? Dat is toch zo apart? Of een beetje speeksel of een schilfertje van je huid. Het is toch onvoorstelbaar dat dit erin zit. Maar we komen op het punt dat we nu ook als een gezelschap verloste zondaars, pasgeborenen, leven uit God, onvervalste redelijke melk hebben we gedronken. En we zijn gaan groeien, gaan bloeien. We zijn opgewassen in de genade en in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Dat wij naar buiten treden, dat we naar buiten gaan met deze kenmerken. Nou, als je dan ergens komt, dan is oh ja, de Heer is hier geweest, kijk maar. Zijn DNA in elke stap die jij deed, elk woord door jou gesproken. De Heer is er geweest. En God heeft dat volk zich tot een eigendom gemaakt, opdat ze de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Dat lazen we, staat gewoon in de tekst. U die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent. U die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. Daar heb je het. We hadden niks, we waren niks, het was nul, het was verloren, het was over. Het zou uiteindelijk eindigen in de dood. En nu leven uit God. Leven uit God. Geen volk, nu Gods volk. Pasgeboren kindertjes. Ik hoop dat u doorgaat en dat u deze dingen pakt en meeneemt deze avond, deze week en misschien wel de dagen hierna gaat vertellen. Ik wil toch eens wat vertellen van de Heer Jezus. Probeer het eens. Nou, misschien lukt dat niet bij de buurman, maar die heeft het altijd over de aardappels en over zijn tuintje. Dus dan moet je even een andere opstap bedenken. Maar misschien lukt het wel even naar elkaar toe. Dat je elkaar eens vertelt. Wat vind jij nu van de Heer Jezus? Hoe denk jij over hem? Wat is nu het unieke van de Heer Jezus? Ja, we zingen in heel makkelijk. Hij kwam bij ons heel gewoon. De Zoon van God als mensenzoon. Dat gaat erin als koek. Dat snapt iedereen. En als je daarbij blijft hangen, dan kom je geen stap verder. Hij kwam ook hier. Heel gewoon. Dat klopt. Dat is op zich juist. Maar is dat het unieke van hem? Nee, dat niet. Nee. Wat is dan het unieke? Hij is verklaard Gods Zoon te zijn door dodenopstanding. Hij heeft u van de Vader verteld en hij zegt, ik ga voor jou in het kruis sterven, ik ga mijn leven geven. En omdat ik leef, hoef jij niet bang te zijn voor morgen. Mooi hè, je hoeft niet bang te zijn voor morgen. Hij zegt, ik ga je plaats bereiden, ik wil dat je bij me bent, ik wil dat je mijn heerlijkheid, mijn glorie, mijn geweldige grootheid ziet. En dat je daarin deelt, dat je dit ook zelf meemaakt, je bent buitengewoon. U en ik, die hier zitten als gelovigen, we zijn hele buitengewone gezegende, heel buitengewone gezegende mensen. Buitengewoon gezegend. Met alle geestelijke zegening. En Peter zegt, jullie zijn een heilig volk, apart gezet, maar jullie zijn ook een koninklijk volk. Jullie zijn dus naar binnen toe, voor God, een heilig priesterschap. En je bent naar buiten toe een koninklijk gezelschap, vanuit de koning gezonden. De ambassadeurs van de koning. En die hebben overal, in Nederland ook, hebben ze overal van die paleisjes. Daar kun je ook feestjes bouwen, in Wenen of in Melbourne of zo. Goed, staat in de krant. Maar het zijn allemaal dingen van de koning uit boodschappers. Om de deugden te verkondigen van hem. Niet de deugden van een van ons. Dat valt tegen. Maar van hem, vertel van de Heer Jezus. Mensen zeggen, ja, dat de kerk stelt zo teleur, die kerkmensen. Zij vinden dat zij dan daar buiten staan. Ze zijn een soort verslaggeversrol, zichzelf gaan aanmeten. En zij doen even verslag van. Ze zijn zelf geen draad beter, maar goed, dat zeggen ze dan. Nou, dat klopt. We roepen al categorieën. Er is gelukkig één die wel deugt.
dat het systeem niet deugt. Amen. Maar er is één die wel deugt. Vertel van hem. Vertel van hem. Vertel van hem. Die jou lief had. En die jou uit de dood roept. Zoals hij Lazarus ooit uit de dood geroepen heeft. Op de Olijfberg. Ja, ja. Op de Olijfberg. Die later nog een keer splijt en in twee stukken is. Maar op de Olijfberg heeft hij Lazarus uit de dood geroepen. Of mag ik het anders vertalen? Van tussen de doden uitgeroepen. Want dat gebeurde toen. De rest van de doden bleef daar hangen. Sorry. Maar hij kwam eruit. Er komt een moment dat de Heer Jezus jou en mij van tussen de doden uithaalt. En dat er een bijzondere plek is. Een maaltijd op de berg Olijfberg. Waar Lazarus dan één is die mee aan ligt. En dan komt hij uit de hemel een keer. Op de Olijfberg. En wie is daarbij? Ik ben daarbij. Als je gelooft in Jezus, zeg je, daar hoor ik ook bij. Dan kom ik uit de hemel, met hem. En dan gaan die mensen die gaan kijken, en die kijken naar ons. Naar dat enorme tafereel wat zich ontvouwt. Een diamant als met een idiote omvang. En daar zien ze mij zitten. Dato is één van hen die daaraan zit. Dat zullen ze zien. Op de Olijfberg. Dit is een getuige. Dit is wat nog komt. Wat nog staat te gebeuren. Maar dat is nu precies wat hier eigenlijk verwoord wordt in 1 Petrus 2. Zou je nu niet de Heer willen gaan bedanken voor dat wat hij al heeft gedaan en nog wil doen?